Beste kinderen van Bad C, deze week gaan wij de koprol oefenen. Je pakt een deken of een matje of je gaat buiten op een grasveldje. Kun je deze oefening heel goed oefenen. Je gaat op je hurken zitten. Je doet je handen op de mat of op de grond. Je hoofd op de mat. En dan ga je rollen. Dat is de koprol. Als je dat al heel goed kan, kan je het ook een beetje moeilijker maken. Je houdt je enkels vast, zoals je vrouw Inesse doet. Je kin op je borst en op, rollen maar. Als jullie de koprol al heel goed hebben geoefend, dan hebben we nog een oefening voor jullie. En dat is de hoekduik. Die lijkt heel erg op de handstand. In het water doen we dat ook altijd. In het ondiepe, je handen op de grond zetten. En dan ga je met je benen in de lucht ga je een handstand maken. Dat kan je ook tegen de muur door doen. Zorg ervoor dat papa en mama erbij staan. Deze oefening mag je ook niet alleen doen. Alleen hoeft papa en mama jou niet vast te houden. Maar er wel bij staan. Je doet je kin op je borst. Je maakt een soort duik naar beneden, zet je handen op de grond en hoppa, tegen de muur. Dan heb je al een handstand die heel erg veel op de hoekduik lijkt, die je straks in het water kan oefenen. En dan doe je het straks nog een keer. En volgende week krijg je weer een nieuwe uitdaging. Tot ziens!